Wij gaan 12 uur lang zitten hier in deze kooi. En dan hopen we zoveel mogelijk aandacht te vragen voor Free Your Girl. En natuurlijk dat mensen gaan doneren. Waarom gaat deze actie jullie zo aan het hart? Nou ja, het kan natuurlijk iedereen overkomen. Iedereen kan zijn. Je weet niet waar je geboren wordt. En wij hadden ook daar kunnen geboren worden. En dan was het ons, waren wij misschien in de prostitutie. Ik denk dat we het allebei gewoon heel erg vinden. Weet je, we zijn allebei vrouwen. En ja, vrouwen in de kinderprostituee, dat is gewoon ja, zo verschrikkelijk. En ja, wij proberen met deze actie daar gewoon echt wat aan te doen en ze te steunen op afstand. 12 uur lang in een kooi zitten, hoe gaan jullie dat volhouden? Samen houden we het vol. Eigenlijk nu hebben we zoiets van, oké, 12 uur is eigenlijk wel lang. Maar ja, weet je, ja, we zijn ook hele goede vrienden, dus we praten ons er wel doorheen, kletsen wel. Ja. Mogen jullie er helemaal niet uit? Ja, we mogen 3 keer over plassen. We mogen om 12 uur, om 3 uur en om 6 uur plassen. Wat zijn jullie verwachtingen voor vandaag? Ja, we hopen dat ze ons komen steunen en dat er in ieder geval heel veel aandacht wordt gevraagd voor deze actie. We hebben heel veel via de media gedaan en via vooral social media. Dus we hopen echt vooral dat het onder aandacht komt. Hoeveel willen jullie ophalen? We hebben in ons hoofd €500 en ik denk wel dat dat heel makkelijk te halen is. Alleen, ja, dat hangt ook heel erg van de mensen af natuurlijk, hoe gul zijn ze. Maar ja, ik hoop gewoon dat we nog meer op kunnen halen. Maar ons doel is in ieder geval €500. Is dit een eenmalige actie of gaan jullie nog verder met inzetten voor dit goede doel? Nou ja, dit is de week van de kinderprostitutie en ja, daarmee is het dan ook voor dit jaar afgesloten. We willen wel in de toekomst, denk ik wel, dat we dan dit vaker gaan doen.